Hallo, we zijn hier op de kinderboerderij De Woit. We gaan vandaag vloggen over werken als vrijwilliger op de kinderboerderij. Gaan jullie mee? Je bent vrijwilligercoördinator hier op de boerderij. Wat doet een vrijwilliger hier? Een vrijwilliger die zorgt hier dat alle dieren gevoerd worden. Die maakt af en toe een beetje schoon. En die zorgt dat de boerderij in de weekenden open is. Als we geen vrijwilligers hebben, zijn we gewoon in de weekenden dicht. En dat is niet de bedoeling. We hebben een aantal jeugdvrijwilligers. Dat wringt er een beetje om. Mensen die echt hier zelfstandig kunnen draaien. Dus die zijn ook sleutelhouder. Die zoeken we het meest eigenlijk. En dat is vanaf 18 jaar. We zijn hier samen met Kirsten en Sanna. Jullie zijn vrijwilliger. Sanna, hoe lang ben jij al vrijwilliger? Ik ben 2 jaar vrijwilliger. En jij? 3 maanden. En wat vind je zo leuk aan vrijwilligerswerk hier? Ik hou heel erg van dieren en ik kwam hier al toen ik heel erg klein was met mijn opa en oma. En toen zag ik dat ze mensen nodig hadden, dus toen dacht ik, dat is echt iets voor mij. Top, en jij? Voor mij hetzelfde. Ja? En wat zijn jullie werkzaamheden? Wat moet je doen als vrijwilliger? Je moet opletten met dat de dieren genoeg eten en drinken hebben. Wat zijn de klusjes die minder leuk zijn om te doen? Poep scheppen. Maar dat hoort er wel bij, hè? Ja. Wat is nou je ideale vrijwilliger? Wat zoek je, wat moet je zijn om hier vrijwilliger te zijn? In ieder geval liefde voor dieren, dat is het allerbelangrijkste. De eerste keren dan loop ik zelf mee, dan er komt een stukje opleiding komt erbij kijken. Zodat de mensen beslagen ten ijs komen. En zo heel langzaamaan kunnen ze nou zelfstandig hier gaan draaien. Je doet het voor de dieren in principe. Kijk, je bent natuurlijk hier ook voor de bezoekers. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat de dieren verzorgd moeten worden. Dus geen kinderboerderij zonder vrijwilligers? Nee, dat is niet mogelijk. Nou, in ieder geval hebben we altijd vrijwilligers nodig en het belangrijkste is dat je gewoon gevoel hebt om met dieren om te gaan. En we hebben ook nog mensen nodig voor de locatie Grote Waal, dus mocht je daar in de buurt wonen, kom langs. En ik zou zeggen, schrijf een mailtje naar rob@dewoit.nl en dan komt alles goed. Dan neem ik contact met je op. Bedankt. Tip, wil je ook werken op een kinderboerderij? Check dan onze website www.vrijwilligerspunt.com op de vacatures. En vergeet natuurlijk niet deze vlog te liken en je te abonneren op ons YouTube-kanaal.